Welkom bij de podcast van Lean Leadership. Wij zijn Maarten Bossers en Caroline Massa. En in deze serie spreken wij met elkaar over leiderschap en verandering. Onze eigen ervaringen, onze onwetendheid, maar ook onze nieuwsgierigheid gebruiken we als leidraad. Veel plezier met deze aflevering. Caroline. Dag Maarten. Hey. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Helemaal gefocust? Bijna, ja. Bijna, ja. Want deze aflevering gaat over focus. Ja, ze noemen dat ook het nieuwe goud, hè. Focus. Het nieuwe goud. Ik dacht dat dat gas en elektriciteit ja, was. Het nieuwe goud. Maar focus is toch ook wel in die wereld dan. Ja. De aandacht, hè? Dat is geld waard vandaag. Hè? De aandacht krijgen van mensen. Maar heel onze social media draaien daarom uiteindelijk. Ja. Hoe langer ze onze aandacht houden, hoe meer geld we waard zijn. Dus focus is letterlijk het nieuwe goud. Hè? Ja. Ja. En dat nieuwe goud zorgt ervoor dat wij zelf voor onze eigen taken minder gefocust kunnen zijn. Minder gefocust zijn, ja. Iemand anders steelt onze focus eigenlijk. Of wij laten hem alleszins. Ja. Laat je uw focus stelen? Goh, ja. Gelijk iedereen waarschijnlijk, ja. Maar ik ben daar wel vrij veel mee bezig. Ja. Zeker het hele digitale gebeuren, daar ben ik toch zeer gedisciplineerd in. Mm-hmm. Ja, en ik heb veel eigenlijk weggeschakeld, weggedaan, gebruik alle, ik niet meer. Alle triggers uitgeschakeld. Sowieso. Veel triggers uitgeschakeld. Alle triggers zijn bij mij uitgeschakeld. Ja. Ik heb geen enkel alarmpje op mijn telefoon. Okay. Ik hoor niets binnenkomen. Ja, ja. Ik zie niets binnenkomen. Ja, dus als ik u bel, daarom dat ik niet zelfs afneem. Bellen, ja, zelfs mijn telefoon staat niet op. Klopt. Ik zet alles uit. Ja. Ik heb niets vooraan op mijn scherm staan. Al die interessante dingen waar we zo graag in bladeren. Ofwel staan ze gewoon niet meer op mijn telefoon. Instagram, Facebook. Staat er allemaal niet meer op. Ja. Ik heb allemaal weggedaan. LinkedIn. LinkedIn is weg, ja. Ik heb eigenlijk geen enkel social... Mail? Ja, mail dat staat er nog op. Ja, omdat ik die professioneel dan gebruik. Ja. WhatsApp staat er ook nog op. Okay. Ik denk dat de enige is eigenlijk. Ja, ja dat ik actief nog heb. Al de rest ligt eraf. Wat doet je 's nachts met je gsm, met je smartphone? Wel, vroeger lag die gewoon beneden. Ik nam die zelfs niet mee, maar sinds ik 2 zonen heb die 's nachts ook wel eens op stap zijn, ligt hij nu toch naast mij. Maar eigenlijk is dat weinig zinvol, want ik schakel alle geluiden uit. Dus zelfs als ze dus bellen, dan hoor dan ik het nog niet. Nee. Dus daar moet ik echt niet slim van mee. Maar dat is zo dat idee dat het daar ligt. Maar anders zou dat gewoon nooit naast mijn bed liggen. Nooit. Nee. Ik heb dat ook niet nodig. Nee. Ik heb deze week een reeks trainingen gegeven, zoals je weet. Word meester over je tijd. Ja. En over je takenlijst. En focus is daar een punt dat in al die trainingen heel erg naar boven komt. Ja. Uiteindelijk draait het daar voor een heel groot stuk om. Er zijn heel veel mensen die er toch wel moeite mee hebben om te focussen. Ja. Jij vertelt dat nu, vanmorgen was ik naar een podcast aan het luisteren, uit reeks Zwijgen is geen optie, absolute aanrader. Mm-hmm. En daar sprak iemand net over hoe het vermogen, of ons onvermogen, laat ik het zo zeggen, om vandaag nog lange tijd geconcentreerd te zijn, blijkt na onderzoek dat wij op dit ogenblik nog echt gefocust kunnen zijn 3 minuten. Mm-hmm. 10 jaar geleden was dat nog ongeveer 12 minuten. Ja. Dus we hebben ongelooflijk ingeboet aan de capaciteit om lang geconcentreerd met iets bezig te zijn. Wij kunnen dat gewoon niet meer. Wij worden zo constant weggetrokken. Mm-hmm. Ja, met alle gevolgen van die. Ja, we maken onszelf ook soms moeilijk. Hè? En laten we daar zelfs eens op ingaan, maar misschien heel even... Een definitie, ik hou van definities. Ja, je hoort van definities. Dat zorgt voor concreetheid. Ah ja, dat is uw ding, hè. Let's go. Definitie van focus. Focus is het brandpunt, het punt waarop de meeste aandacht is gericht. Ja. Mooi, hè? Komt ook uit de natuurkunde. Hè? De natuurkunde zegt, focus is een punt of een verzameling van punten waar alle stralengangen van een optisch element samenkomen. Wauw, dat is bijna poëtisch. Hè? Ja. Ja? Ja. En toch vinden we het zo moeilijk om... Focussen dus eigenlijk al uw energie, richten op één taak, alles bij iets laten samenkomen. Ja, op één gedachte. Ja. Ja. Eén idee, één concept, één taak, mm-hmm. één persoon. Ja. Ook een moeilijke, hè? Ja. Hm?
En hoe doen we dat dan? Ja, hoe doen we dat? Ja, ik kan vooral uitleggen hoe dat we dat niet doen. Vertel eens. Omdat er zoveel voorbeelden zijn. Mm-hmm. Heb je ooit op een landscape gewerkt, Caroline? Heb je ooit met 10, 20 mensen op een landscape gezeten? Ik heb dat nooit moeten doen. Nee. Ik heb dat nooit echt gedaan, nee. Shit, dan kan ik niet verder. Maar jij wel. Ik wel, ja. En ja, landscape is... dus waar je met verschillende mensen in eenzelfde ruimte zit. Ja, dat is zo wat het... dat is wat de moeilijkste werkplek om je te kunnen focussen. Ja. Omdat je daar met zoveel mensen tegelijk werkt, heb je daar heel veel afleiding, heel veel triggers. En op elke landscape heb je wel altijd die ene persoon die altijd net iets te hard spreekt of iets te veel spreekt. En iedereen eigenlijk een beetje op de heupen werkt, inderdaad. En dan moet je al stalen zenuwen of stalen... Je moet je wel echt zelf kunnen afsluiten om toch niet constant afgeleid te zijn. Klopt. Dus om je te focussen op een landscape, ik begrijp eigenlijk niet waarom dat men dat ooit heeft uitgevonden. Hè. Wow, dat is niet zo heel moeilijk, hè. Ja. Find the money, ja. Op korte termijn, op het moment dat je het bedrijf aan het bouwen bent, is dat misschien wel goedkoop. Ik denk dat ik een heel artikel daarover gelezen heb, dat het vandaag eigenlijk ook financieel bewezen is dat het op lange termijn echt niet de beste oplossing is. Het verlies inderdaad aan aandacht, focus, concentratie, vermogen, dat weegt geen mijlen op tegenover de onmiddellijke financiële winst die je maakt door mensen in een ruimte samen te brengen. Ja, en toen ik op die landscape werkte, ik had me dan zo van die noise cancelling oordopjes gekocht. Maar dat werkte voor mij ook niet goed. Dat is ook niet aangenaam, omdat... Nee, en toch hoort je nog op de achtergrond nog heel wat... En wat mij stoort, is dat ik mijzelf hoor dan. Ja. Zo je ademhaling ik vind dat niet altijd heel aangenaam. Ja. Wat een landscape ook is, en dat is ook niet dadelijk focus gerelateerd, maar communicatie gerelateerd. Hè? Mm-hmm. Ze dachten, omdat mensen samen zitten, gaan ze gemakkelijker met elkaar praten. Blijkt dat dat ook niet het geval is. De kwaliteit van de communicatie is gedaald in open landscape kantoren. Ja. Omdat mensen eigenlijk... niet meer zo gemakkelijk naar iemand toe durven stappen om een bepaald gesprek te voeren, of om iets moeilijker gesprek, om iets te delen wat moeilijker ligt. Ja, omdat al die ogen constant in je rug branden. Hè? Dus we houden elkaar ook in de oog. Wie praat met wie? Hoe vaak praat die met die? Oh, die loopt wel vaak die richting uit. Dus wij gaan daar ook een gevoel een beetje van onveiligheid rond krijgen. Ja. Dus de eerste tip om goed te kunnen focussen is de juiste locatie. Ja. En wat is dan die juiste locatie? Wel, ik denk waar vandaag de trend is, als we het hebben over kantoorruimtes, dan is het inderdaad, geef mensen ruimtes waar ze samenkomen, maar geef ze ook de mogelijkheid om zich af te zonderen. Ja. Waar ze zich echt kunnen focussen op één taak, op één persoon, op wat het dan ook is dat ze moeten doen. Dus dat ze constant die beweging kunnen maken van samen en alleen, en dat dat een heel gemakkelijke beweging ook is, waar ook geen stigma's op zitten. Dus sommige mensen gaan gewoon vaker alleen zitten, anderen hebben dat minder nodig. Ja. Ja, dan is dat gewoon zo. Mm-hmm. En dan thuiswerk natuurlijk, hè, dat is ook zo... dat is misschien een van de geneugten van corona, hè, dat thuiswerk is... Natuurlijk niet als je twee kinderen rond je hebt lopen, dan is dat iets anders. Maar in principe, als je thuis kunt werken... Op het juiste moment, op de juiste manier... is dat ideaal. Hè? Kan in je vertrouwde omgeving ook. Ja? Wat ik zelf deed toen ik productieverantwoordelijke was, ik had dan wel een eigen kantoor. Ja? Ik had heel veel volk aan mijn kantoor staan. En dus er was heel wat beweging en mensen die, die dingen kwamen vragen of die hulp nodig hadden of beslissingen moesten genomen worden, die ze vaak zelf konden nemen. Hè. Maar dat kwam dan ook even langs. Ik zonderde mij af. Ja. Ik ging bijvoorbeeld in het waslokaal zitten. En in dat bedrijf werd er alleen op vrijdag namiddag gewassen. De farmaceutisch bedrijf alleen op vrijdag namiddag gewassen. Dus de rest van de week zat ik daar heel veilig en kwam eigenlijk niemand spontaan naar dat waslokaal. En dat was voor mij de perfecte hideout, heet dat zeker. Ja, hideout. Dat heeft toch wel enkele maanden geduurd dat men door had dat men mij daar ook kan vinden. Dus, toen was de rust voorbij. Dan was de rust voorbij, moest ik iets anders zoeken. Ja. Dus, maar wat je daar wel aangeeft is inderdaad, en op een open landscape is dat ook heel moeilijk,
ja, soms moet je ook visueel kunnen aangeven, ik word niet gestoord. En een deur die dicht gaat, is dan natuurlijk al een drempel waar mensen over moeten. Ja. Als ik zie dat de deur dicht is, ga ik minder gemakkelijk binnenstappen. Mm-hmm. Maar in een open landschap heb je zelfs geen deur. Ja. Dus om daar dan ook visuele signalen aan te brengen, van ja, ik ben nu even gewoon niet beschikbaar. Die bestaan, er zijn bedrijven die werken met rode vlaggetjes. En groene vlaggetjes, ja. of whatever, signalen die dat aangeven. En dat werkt wel natuurlijk enkel en alleen als mensen daar dan ook effectief rekening mee houden. Ja, en rekening houden met elkaar. Als de discipline en de cultuur er is om er op die manier rekening mee te houden. Ja, ja, dat is een absolute vereiste in die context. Dus de juiste locatie, wat nog, Caroline? De juiste locatie, we hebben het al gehad over het afschakelen natuurlijk van al die belletjes en alarmpjes. Ja. Dus het hele wat ze noemen het digital gebeuren, omdat... Ja, digital detox. Detox, dat is dan het grote woord, maar inderdaad, om daar ook gedisciplineerd in te zijn, die dingen uit te schakelen. Want laten we eerlijk zijn, die programma's en die software en heel die IT is erop gericht om zoveel mogelijk van ons wakker en ook zijn om van onze aandacht... Te stelen. Maar dan moet je natuurlijk daar opnieuw een zekere dosis discipline en assertiviteit aan de dag leggen. Jij hoeft niet onmiddellijk op elke mail te antwoorden die binnenkomt. Ja. Dat zijn ook van die rare dingen die wij denken. Wij zien een bericht binnenkomen en heel ons systeem, want dat voel je bijna in je lichaam, moet 1 lezen wat er binnenkomt en 2, ik moet hierop reageren. Dat hoeft niet. Daar discipline in krijgen kan ontzettend helpen ook. Hè? In de training was iemand die het principe van de wakama uitlegde. Kent je dat? Wakama? Ja, dat is echt mee iets. Wacht. Walk, call en mail. Okay. En dat waren eigenlijk de prioriteiten. Dus zij legde uit van kijk, als iemand aan mijn bureau staat, dan geef ik die iets meer... Aan mijn kantoor staat, geef ik die de eerste prioriteit. Ja. Mail... Call, bellen, dat is de tweede prioriteit en mailen is de derde prioriteit. Ja. Ja. Maar evenzeer waren er mensen in de training die zeiden, ik behandel mijn mails 2 keer per dag. Kan, mensen die echt iets dringends moeten, die moeten me maar bellen of die moeten me maar op een andere manier Maar je voelt, dat vraagt wel veel van mensen soms, en durven, want dat is nee zeggen eigenlijk. Assertiviteit, dat is veel assertiviteit. En een ander voorbeeld was iemand die vertelde, ik heb hier, mij loopt alles lastig via WhatsApp, hè. En WhatsApp is dan een directere vorm dan mail. Hè? En ook een informelere vorm. Dat is iets moeilijker. Hè? En eens dat je die deur hebt opengezet van communicatie via WhatsApp, dat is moeilijk om dat terug dicht te duwen. Om dat allemaal terug dicht te duwen, om alles af te timmeren. Dat is zo. En het maakt, dat zijn ook dingen die je met je team moet afspreken. Want als er 1 collega aan het team is die dat wel toelaat, dan vinden klanten of interne klanten, die vinden je wel altijd terug. Ja, en dan hebben we het alleen nog maar over mail gehad, want vandaag zijn er natuurlijk ook al die chattoestanden bijgekomen. Ja. Teams en weet ik veel allemaal. Ja. Dus mensen hebben nu ook het idee, en dat heb ik al ook vaak gehoord, van maar ik moet mij laten weten dat ik er ben. En als mensen zien dat ik er ben, dan kan ik niet antwoorden als ze mij iets vragen. Ja. Dus opnieuw, daar komt dan nog een kanaal van extra druk bij. En daar geldt dan ook zelfzorg. Hè? Eigenlijk, als het bedrijf niet voor een cultuur of voor gedragsregels zorgt daar rond, dan moet je voor jezelf, die regels opleggen. Hè? Ja. Maar dat vraagt bijzonder veel van ons, want opnieuw, we komen altijd opnieuw in dat nee durven en kunnen zeggen en die assertiviteit, u veilig genoeg voelen om dat ook te kunnen en te mogen. Dat hè? Dus dat is waarschijnlijk wel de basisvoorwaarden om eigenlijk... echt gefocust te kunnen werken. Dat is durven je grenzen stellen op een aantal vlakken. En rekening houden met je eigen, en dat is dan een andere, je eigen bioritme en heel dat gebeuren ook. Hè. Wanneer presteer ik op mijn best en welke taken doe ik dan wanneer? Ja. Ochtend, avond. Wanneer presteert jij op je best? Ochtendmens, absoluut. Ja. Ik ben creatiever, dus ik ga sneller. Dus je springt uit je bed, Caroline? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik sta graag op. Ik begin altijd heel blij aan een dag. Ja, ik heb dat ook wel. Mijn energie zit 's morgens en die van mijn vrouw zit 's avonds. Oei. Dus als ik 's ochtends op zaterdagochtend de afwas uithaal, dan... maak je niet populair. Maak ik mij niet populair. Dat is duidelijk. Ook niet bij mijn tienerdochter. Dus, nee, dat snap ik. Ja. En als zij dan 's avonds, als mijn vrouw dan 's avonds de was indoet... Ja, dan om 10 uur 's avonds, dan lig ik al... Zie ik het niet meer zitten. Dus dat is wel lastig, maar gewoon dat van elkaar begrijpen, dat helpt enorm. Iets, en het van jezelf ook weten. Zeker als je bepaalde
taken moet doen waar je effectief je aandacht, je creativiteit, je focus voor nodig hebt, doe dat op momenten dat jij je het best voelt. Ja. En zoek dus, wat is mijn bioritme? Wanneer presteer ik het best? En daar zit wel een zeker... Gaat ook breder dan alleen 's ochtends en 's avonds. Absoluut. Maar dat kan ook zijn na het eten of vlak voor het eten. Of, voilà, na het middageten. Ja. Dat merk je, dat heb je ook al gemerkt als we zo met groepen werken. Zo direct na de middag heb je de middagdip. Dat is de middagdip, ja. Als je iedereen dan de kans zou geven om een dutje te doen, ik denk dat 9 op de 10 heel blij zouden zijn om even hun hoofd te mogen neerleggen. Gelijk in de kleuterklas. Ja. Slapen. Ja, maar die 20 minuutjes slaap, hè, daar hebben we het ook al over gehad, die power nap, dat is ongelooflijk helend en heelzaam. Maar 20 minuutjes en je bent terug fris, hè? Ja, zijn we snel de aflevering, gaan we 20 minuutjes... Wel, we doen dat niet meer, maar denk zeker Japanse bedrijven. Maar ik ga eerlijk bekennen dat op een zondag dat wel eens gebeurt, hè. Ja. Powernap. En zeker als er dan een of andere wielerwedstrijd in de achtergrond op staat. Ideaal, hè? En Michel Wuits, is nu wel gestopt. José de Kouw, al zalig. Ideale stem. Ideale stem om een dutje te doen. Om even die powernap te doen. Ja, inderdaad. Dus maar dat bioritme is een hele belangrijke om daar rekening te nemen. En daar heel bewust mee bezig zijn. Ja. Je kunt daar bewust mee bezig zijn door dat... Te noteren. Te noteren, ja. En als je een paar jaren, al levensjaren op je teller hebt, en de meeste mensen die werken zijn toch een bepaalde leeftijd, dan weet je dat van jezelf. Ja. Misschien nog een andere tip om je te focussen op de juiste taken, dat is lijstjes gebruiken, Caroline. Yes, lijstjes. Maar ik word er beter en beter in. Ik geloof niet in mensen die geen lijstjes gebruiken. Okay, dat is de wonder dat je ooit met mij aan tafel bent. Ja, ik wist dat toen niet. Ik durfde die vraag toen niet te stellen. Maar goed ook, want het zou niet gelukt zijn. Nee, maar ik geloof heel erg in lijstjes. Ja. Omwille van twee dingen. Enerzijds om te focussen. Om te kijken van wat staat hier allemaal op de plank. Ja. Wat zijn hier allemaal dingen die ik moet afwerken. Dat helpt. Gewoon een lijstje. Ja, trouwens, een extern geheugen. Hè? En het zorgt voor een extern geheugen. Dus dat wil ook zeggen dat uw intern geheugen, uw hoofd leeg gemaakt wordt. Ze noemen dat ook wel brain dump. Brain dump. Ja. Alles eigenlijk zou je dat op het... bij de start van een dag of op het einde van een dag zou je even een braindump moeten doen. Dat geeft heel wat rust. Dat is een goede tip. Om even te gaan schrijven van wat mag ik zeker niet vergeten. Of wat is belangrijk morgen? Wat wil ik? Ja. Wat zijn, en dan komen we even terug bij David Allen. David Allen, in de Nederlandse vertaling noemt hij dat de losse eindjes. Noteer even alle losse eindjes. Ja. Ja. Dan komen die s'nachts niet naar boven. Dan komen die s'nachts niet naar boven. En een derde reden om met lijstjes te werken, ik denk dat dat zorgt voor dopamine. Als je zoiets kunt afvinken, iets kunt doorstreven. Check to do. Dus toen ik zelf nog in productie werkte, als supervisor, ik had dat brandjes blussen, ik was brandweerman. Ik was niet letterlijk brandweerman. Nee, maar ik moest heel wat problemen oplossen. En ik gebruikte dan zo'n lijstje, maar ik had zo'n dikke zwarte stift om die dingen... Dat gaf wel energie. Gratification. Ja, gratification. Zo'n dikke, vette zwarte stift. Ja. Dan. Ja. Mooi toch, hè? Ja, en dan kun je jezelf oppeppen in de loop van de dag. Dus ik hoorde dat mijn blad zo snel mogelijk zwart werd. Dopamine, inderdaad. Ja. Dat is, elke keer krijg je zo'n dopamine-shotje, dan voel je even terug. Dus lijstjes, ik geloof er heel hard in. Ik ben een echte believer van lijstjes. Ik ga het niet ontkennen. Ik word er beter in. Ik heb er mee op toegelegd. En ik ben bewust bekwaam bezig op dit ogenblik. Ja, nu zijn we veel... veel dingen door elkaar aan het gooien. Podcast-afleveringen aan het vullen. Ja. Maar het werkt inderdaad. Het helpt en brengt rust. En ik word nog een believer. Kijk goed, hè? Ja. Wat nog? Wat zijn er nog? Wat zijn nog tips om toch die focus te bewaren? Eentje die voor mij goed werkt, omdat die nog gelinkt is aan mindfulness, iets waar ik toch ook veel mee bezig ben, dat is de stopmethode. De stop? Stop. Methode, STOP, stopmethode. Ja, dat moet je even uitleggen. Wel, dat is heel simpel, maar het vraagt een bepaalde oefening. Op zich is dat je eigenlijk heel goed constant observeert waar ben ik mee bezig en waar ben ik aan het denken. En als je geconcentreerd bent, dan moet je ergens je gedachten op richten. Mm-hmm. Maar onze gedachten dwalen constant af, heel veel. En dan, om dat op te merken, zo snel mogelijk te zeggen, daar ga ik weer. Oh nee, ik ben weg van wat ik eigenlijk moet doen. En dan letterlijk in je hoofd, stop. Ja. Oké, stop, dat is niet waar we nu mee bezig zijn. En up, terug naar waar je aandacht moet zijn. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zo,
ja, en je gaat merken in het begin, doe je niet anders. Ja. Want je wordt zo snel afgeleid constant. Maar door het te doen, ja. Ja, ben je eigenlijk je hersenen aan het reprogrammeren, ja. aan het overschrijven. Je zit jezelf aan het trainen. Aan het trainen. En gaandeweg ja. gaat dat beter en beter en merk je dat je langer ja. je focus kan houden. En dat linkt ook een beetje aan de Pomodoro-techniek. Die ja. zegt van, ja, begin met 5 minuten focus en pak daarna een pauze. Ja. Dat helpt, ondersteunt dat. En dan de volgende dag 6 minuten en dan 7 en zo verder, totdat je een 20-tal minuten... Ja, totdat je 20-tal... Wat voor je hersenen eigenlijk ja. al veel is. Ja, 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 ja. Ik ben niet meer heel zeker, maar ik denk dat als je al een half uur kan concentreren, en mm-hmm. misschien is dat al een beetje veel zelfs, dan ben je eigenlijk al heel goed bezig. Ja. Dan ben je een stretch aan het doen. Als we het dan toch over die Pomodoro-techniek hebben, pauzes nemen, Karin. Ja. Wat wordt daar juist mee bedoeld? Hè? Wel, pauzes nemen betekent dat je letterlijk... eigenlijk in beweging komt, wegstapt van de plek waar je aan het concentreren bent, hmm. beweegt, iets anders gaat doen. Idealiter ga je eens naar buiten, een beetje ja. zuurstof happen, frisse ja. neus nemen, je gaat iets drinken, je gaat iets... Whatever, maar sta op. Blijf niet zitten waar je zit. En vooral laat je schermen ook achter. Ja. Dus wat wij nu vaak doen, ik zie dat vaak, mensen ze nemen pauze en dan gaan ze, weet ik veel, TikTokken of Twitteren ja. of Facebooken of Instagrammen. Ik weet het ja, niet allemaal, kan het niet meer uit elkaar houden. Maar ze blijven nog aan dat scherm gekluisterd. Hmm. En het is nu net de bedoeling dat je daarvan wegvalt. Dus je zegt, ga naar buiten, even luchtjes scheppen. Ja, wandelen. Een sigaretje roken. Ja. Dat zou ik nu niet doen. Breng je lichaam in beweging, doe een paar oefeningetjes, ja. bewegen, eventjes stretchen, whatever. Zo een paar keer door je knieën zakken, whatever. Ja. Maar laat je bloedsomloop eens terug wat werken. Ja. En sta op, ga weg van je plek. Hmm. En dat doen wij veel te weinig. Ja. Veel te weinig. En dat helpt ontzettend. Je hersenen krijgen zuurstof, krijgen ook weer een ander perspectief. Mm-hmm. Je gaat even het, ja, letterlijk het perspectief veranderen van wat je ziet. Dus daar komen nieuwe impulsen binnen. Je gaat misschien, dingen worden snel verwerkt. En als je terugkomt, mm-hmm. heb je een veel frissere blik op wat je moet doen. Ja. Dus echte pauzes nemen. Met gezonde snacks ook, liefst. Hè? Ja. Niet zoals ik wel eens doe. M&M's. M&M's? M&M's. Of mijn... ja, nee, en mijn marsepino. Ah, uw marsepino. En wat is het allemaal? Dus ik geef toe, hè. Ja, ik vind ook... Ja, je zit menselijk. Ik ben zeer menselijk op dat vlak. Maar gezonde snacks zijn beter, dat kan je ook wel merken. Als ik dan dus een periode dat doe. Ja, en wel. Als we het dan toch over snacks hebben... Klopt. Dan ontbijt is ook belangrijk. Ja. Voor diegenen die dat krijgen. Kijk je naar overeten. Ja, daar is een aflevering die over ontbijt ging. Hè? Ja. Nu moet ik heel eerlijk toegeven, ik ontbijt nooit. Oh, Caroline, dat is tegen en alle ik, regels. Wel, ik functioneer perfect zonder ontbijt. Beter zelfs. Ja, dus de les uit die aflevering is dat, dat ontbijt zorgt voor meer energie, meer focus, meer concentratie. Bij mij dus niet. Ja, ik denk dat je anders nog meer gefocust nee, en nog echt meer... Nee. Maar nu zijn we op een heel ander onderwerp dan focus, daar moeten we het misschien anders eens over hebben. Maar ik merk dat als ik niet ontbijt, dan ben ik eigenlijk veel alerter tot 's middags. Ja. Dan wanneer ik ontbijt, dan heb ik meestal tegen 10 uur al terug honger. En dan zit ik om 11 uur al te snakken en dan ben ik tegen 12 uur al aan dingen en... Dan heb ik een grote suikerdip. Maar een marsepino nee. als ontbijt is niet goed. Nee, het wil ik ontbijt ook niet meer. En dat werkt voor mij perfect. Maar goed, nu zitten we in een ander onderwerp. Ja, maar eigenlijk gaat dat wel over gezond leven. Ja. Hè? En dat is ook wel belangrijk. Om je beter inderdaad. Te kunnen focussen, is het belangrijk om goed te slapen. Goed te eten. Goed te eten. Voldoende te bewegen. Regelmatig te sporten. Sporten, bewegen, buiten komen, zuurstof zo ziet je dat we van een Lean Leadership podcast stilletjes aan naar een lifestyle programma aankomen. Dus om dat tegen te houden, want dat is niet de weg die we willen opgaan, focus. Gaan we terug focussen en gaan we afsluiten, want we zitten op 23,5 minuut al. Dus, we zijn er nog lang niet door. Dan gaan we hier een tweede aflevering maken. Dan moet er een tweede aflevering, want we hebben eigenlijk nog niet de helft verteld van wat we worden verteld. Ah ja, oké. Okay. Dus. Ja, we hebben te hard gefocust op die onderwerpen die we willen bespreken. Sorry als we een beetje uitgeweekt zijn. Dat was niet de bedoeling. Nee, voilà. Goed. Maar het was toch een leuke aflevering, Caroline. Dat hoop ik. Goed. Ik heb me geamuseerd. Gaan we nu een pauze nemen? Ja. We gaan even buiten. Dat is prima. Bye. Dag. Bedankt voor het luisteren. Wil ook jij het verschil maken en je beste werk leveren? Bezoek dan zeker onze website www.leanleadership.be. Leer ook onze andere podcast kennen en word abonnee van het Lean Leadership Lab.